In de nacht van donderdag op vrijdag werd een woning overvallen in de Wiegense wijk Aalsburg. Details zijn nog onbekend, maar de politie deed uitgebreid buurtonderzoek. Daarbij werd een plein afgezet en minstens één auto gestopt. Een raam van de woning werd extra zorgvuldig onder de loep genomen. Dit leek beschadigd te zijn.